Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Busch Jäger, Cosentino, Messelberger en Camera. Locatie is ontzettend belangrijk voor veel mensen die een huis willen kopen. Nou, deze locatie is fantastisch, midden in dat groene land. Alleen, daar staat een huis op. Dat is nog lang geen droomhuis, maar daar ga ik nu mee aan de slag. Het Van Woonvilla naar Droomvilla team neemt je mee in de wereld van binnenhuisarchitectuur, woondesign en interieur. Iedere week een ander project van bouw of verbouw met een nieuwe uitdaging. Veel inspiratie, tips en kijkplezier in Van Woonvilla naar Droomvilla. Ja, het is natuurlijk wel te zien dat hier heel veel verbouwd moet worden. Alles zit aan elkaar geknoopt. Ja, mag ik het zeggen, het ziet er niet uit. Opdrachtgever wilde eigenlijk het achterste stuk nog verbouwd hebben. We hebben gewoon gezegd, haal het er helemaal af. Dat wordt veel mooier. Dan komt dat huis gewoon weer helemaal op zichzelf te staan. En dat zal er straks op een hele andere manier uit gaan zien. Ja, er is natuurlijk in deze woning al enorm gesloopt. En dan vind ik het altijd fijn om nog even rond te lopen. Want je gaat zo'n woning ga je dan voelen. Want je ziet eigenlijk die ruimte zal ontstaan. We krijgen een grotere hal. Dat was echt kruipdoor, sluipdoor. Keukentje zit er nog in. Nou, we gaan zo meteen natuurlijk een mooie woon-eetkeuken maken. Maar we beginnen even hier met de woonkamer. Ja, wat gaan we dan veranderen in deze woonkamer? Deze muur, die gaan we verplaatsen. Die gaan we verder naar achteren zetten. En daar maken we mooie openslaande deuren in, zodat je straks vanuit de woonkamer zo je terras oploopt. Deze woning staat midden in de landerijen. En wat ik zo leuk vind is die boerderijachtige sfeer. Dat hoort hier dus ook gewoon. En wat een hele mooie plus is, is dat de opdrachtgevers van stoere materialen houden. En die vind ik echt voortreffelijk passen bij deze sfeer. En een uitgangspunt was ook dit hout. Dit stoere, pure hout met die hele mooie warme kleur. En dat was voor ons het haakje waar wij verder mee konden gaan bouwen op kleuren en met de materialen. Ja, in deze ruimte, wat dus de tweede woonkamer was, daar hebben wij voorgesteld om hier de keuken te gaan maken. Wat een prachtige plek, met dat geweldige uitzicht, al dat licht, dat lekkere dak helemaal omhoog. Dus dit is straks wel het middelpunt. Hier zal misschien wel 80% van de tijd, schat ik, in doorgebracht gaan worden. Ja, we hebben hier de hele zolder leeggehaald. Dat vonden we ook wel een vereiste zo, onder die schuine kap. Nou, je ziet, het is nu een lekkere, ruime verdieping geworden. En ja, hier gaan we slapen. En dat gaan we hier, denk ik, het bed plaatsen. Zodat we straks zo door de dakkapel naar buiten kunnen kijken. En aan de achterkant hier gaan we mooi de garderobekasten gaan we plaatsen. Ja, onder die schuine kap kunnen dat natuurlijk geen hoge kasten worden. Maar we gaan ze in ieder geval wel zo hoog maken dat je er wel normaal je kleding in kan hangen. En wie weet er nou meer van het maken van kasten onder schuine wanden of meubelmaatwerk in het geheel dan Rutger? Hey Rutger. Hey Jeroen. Goedendag. Wat leuk dat ik er weer ben. En meteen bij de entree natuurlijk een knap stukje maatwerk. Niet zozeer in de breedte, maar natuurlijk wel echt helemaal de hoogte in. Ja, hier hebben we de hoogte meegepakt. Het pand is natuurlijk hoog. We hebben 2 etages showroom hier. En ik vond het gewoon heel leuk om iets van beneden ook naar boven toe door te trekken en andersom. Ja, en dat hebben we hiermee opgelost. Maar je kan me ongetwijfeld nog veel meer laten zien. Ja, dat klopt. En dat wil ik je graag laten zien. Hier hebben we een kastopstelling in een U-vorm. 2 dichte zijden en 1 open kast waar al het hangkleding in opgehangen kan worden. En daar hebben we met staal en met glas gewerkt. Het ziet er chic uit hoor. Het wordt echt een tentoonstelling van de kleding die je hebt. Het is een trend die je ook heel veel in de keukens op dit moment ziet natuurlijk. Wat wij zelf met projecten heel vaak tegenkomen zijn natuurlijk schuine kappen. In slaapkamers, ruimtes waar je eigenlijk niet meer kan lopen. Kijk, dit zijn allemaal rechte kasten. Maar ik kan me ook voorstellen dat we zeggen van nou, we gaan die ruimte daaronder benutten. En we maken zo'n kast ergens onder een schuine kap. Ja, nou ja, kijk, daar is een meubelmaker natuurlijk fantastisch in. Om dat in diezelfde lijn als het dak te kunnen maken. En zo benut je ook elke ruimte in die kamer. En je kan je kast al plaatsen dan in het vlak waar je eigenlijk niet loopt. Hè? Want de daken beginnen vaak wat vroeger schuin. En op het moment dat je dat loopvlak gewoon pakt, dan
kan je daar mooi opbergruimte voor maken. Ja, en de indeling natuurlijk weer helemaal te maken zoals je zelf zou willen. Ja, iedereen kan zijn wensen op tafel leggen en ja, ik heb eigenlijk nog nooit nee verkocht. Nou, Rutger, dit vind ik echt heel stoer. Ja, hier hebben we ja, mensen willen inspireren door taatsdeurbeslag toe te passen in extreme vorm. Dus in het midden laten draaien, groot deurpaneel, zware deuren. Maar toch handelbaar om het gewoon in een interieur toe te passen. Ja, nou, ik zie het helemaal voor me, hoor. Want op deze manier kun je enorm met ruimte spelen. En dan kun je de woonkamer erbij betrekken. Of je draait hem gewoon natuurlijk helemaal de ruimte rond. Ja, ik vind het echt een uitvinding. En als je het leuk vindt, dan laat ik je nog even de werkplaats zien waar een team van meubelmakers dit product bouwt. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Nadat jullie het ontwerp gemaakt hebben en wij zijn eruit gekomen met de klant en we krijgen de opdracht, gaan wij natuurlijk op de tekenafdeling alles uitwerken. Dan bestellen we het materiaal, dat komt bij ons binnen. Dan wordt het allemaal gezaagd met computergestuurde machines. Van daaruit gaan wij richting de afbouw. Hier zien we een stukje van de afbouw. En hier bouwen we eigenlijk al het meubelmaatwerk helemaal op, zodat we geen verrassingen meer tegenkomen in het productieproces bij de opdrachtgever zelf. Dus je bouwt de meubels eigenlijk twee keer op? Eén keer hier en één keer op locatie? Ja, precies. Dat zeg je goed. Okay. Ja, gewoon om alle risico's uit te sluiten. Gewoon nog elementen in het proces te kunnen verbeteren en te kijken of alles werkt, zodat we gewoon in één keer, nadat we de deur af of dicht trekken. Ja, een stukje kwaliteitscontrole eigenlijk. Ja, eigenlijk gebeurt dat hier door onze eigen mensen. Ja, okay. Nou Rutger, ontzettend leuk om te zien dat de ontwerpen bij ons op de tekentafel hier echt tastbaar worden. Dus bedankt dat je bent meegenomen. Wat ik nou zo leuk vind van de verbouwing aan deze woning, waar wij het ontwerp dus voor hebben gemaakt, dat de verbouwing helemaal in eigen beheer wordt gedaan door de opdrachtgever. Helemaal met de familie wordt dit huis afgebouwd. Dat is voor mij ook nieuw. Ik ben reusachtig nieuwsgierig hoe ze dit allemaal gaan organiseren en wat het eindresultaat zal worden. Als ontwerper zijn we natuurlijk gek op staal. Ik ben hier omdat Marco mij gaat laten zien hoe hij op verschillende manieren stalen deuren heeft toegepast. De opdrachtgever hier was eigenlijk heel uitgesproken. Die wilde een aantal toepassingen van staaldeuren. Zo hebben we de dubbele taatsdeuren hier achter ons met transparant glas als verbinding tussen de een en de andere ruimte. We hebben een enkele taatsdeur gemaakt met melkglas. Ja, die heb ik net gezien. Ja, die zorgt ervoor dat zicht juist onttrokken wordt aan de ruimte erachter. Hier het washok. En ik heb jou gehoord over een stalen douchescherm en die wil ik echt even zien. Ja, die staat hierboven. Die is geweldig. Kom mee. Kijk. Heel stoer. Echt heel mooi gemaakt. Wij krijgen zelf heel vaak de vraag, als wij stalen douchschermen voorstellen, gaat het wel goed met vocht en staal? Gaat dat niet roesten? Ja, goede vraag. Nou, alles wat we buiten, maar ook in vochtige ruimtes binnen gebruiken, dat behandelen we voor het poedercoaten eerst dat er een roestwerende laag overheen komt. Zodat als het in contact komt met vocht, dat het niet gaat roesten. Okay. En daarna wordt gepoedercoat. Ja, dus voordat je gaat kleuren, komt er eigenlijk een beschermlaag over het staal. Exact. Okay. Ja. Kijk, en nu hebben we een situatie met een scherm. Maar zou je zoiets ook met een deur toe kunnen passen? Ja, komt ook veel voor. We doen het meeste inloopdouchen, zoals je dat hier ziet. Ja. Maar als er een deur wordt gekozen, adviseren wij het meest een schuifdeur. Omdat dat mechaniek eigenlijk het lekkerst werkt in een douche. Maar een taatsdeur zou eventueel ook kunnen. En je hebt natuurlijk het staalstijl handgreep hier weer creatief toegepast. Wat goed dat je dat ziet. Ja, het is altijd heel belangrijk dat in een project sommige kenmerken van onze deuren terugkomen. Zodat je ziet dat het van dezelfde hand is. Maar een douchescherm voorzien van een handgreep is natuurlijk raar. Ja. Dus we hebben hem van verticaal hier horizontaal bevestigd. En nu doet hij dienst als een handdoekrek. Super slim bedacht. Werkt perfect. Familie en vrienden zijn al flink opgeschoten in de woning. En er is begonnen met de afbouw. De indeling op de eerste verdieping is gemaakt en er is een nieuwe trap geplaatst en ook de keuken staat erin. Goed zichtbaar is ook het effect van het licht in de woonkamer door de uitbouw met openslaande deuren.
Maar er moet nog veel gebeuren eer de woning klaar is voor de bewoners. En voor een nieuwe gietvloer is Frank Burger uitgenodigd bij Lux. Ze hebben mij gevraagd om een gietvloer te installeren in de gehele showroom van 350 vierkante meter. Omdat het beter aansluit bij de badkameromgeving. Wat we aantroffen was, zoals verwacht, een hoop lijmresten. Alles wat vast zit, laten we zitten. Alles wat los ligt, hebben we eraf geschuurd. Vervolgens hebben we één keer een primer aangebracht om zuiging uit de ondergrond weg te nemen. En vervolgens een hele dikke, wat wij noemen schraplaag, om de vloer volledig uit te vlakken. Zo ligt de vloer er nu bij. Daarnaast hebben we hier nog een scheur behandeld. Er zaten een paar scheuren in de betonvloer. Die hebben we uitgekapt, uitgemorteld. En zo direct gaan we daar nog een membraan overheen installeren, waardoor we nog meer scheuroverbruggend kunnen werken. Morgen wordt de gietvloer aangebracht in een betonlook-uitvoering, dus met twee kleuren gemengd. En overmorgen gaan we de vloer nog twee keer afvlakken. Nadat de showroom is ingericht, komt Jeroen kijken hoe de gietvloer van Frank is geworden. Wat maakt jouw vloer nou zo geschikt voor een toepassing in een showroom? Nou, eigenlijk heeft onze gietvloer dezelfde voordelen die ook voor woningen gelden. Een daarvan is bijvoorbeeld het licht, hè, dus het UV-licht. Dus deze vloer gaat gewoon niet. Enorme ramen. Ja, enorme raampartijen. Dus deze vloer gaat niet verkleuren. Maar wat ook belangrijk is, zeker in een showroom, is dat de akoestische bijdrage. Dus dat de vloer bijdraagt dat we minder contactgeluiden zijn. En hij moet natuurlijk duurzaam zijn. Dan wordt de vloer natuurlijk in een showroom, hetzelfde geldt voor restaurants en kantoren, zwaarder belast dan in een woning. Dus als de vloer zich hier goed houdt, dan kan ik in een woning eigenlijk 100 jaar garantie geven. Ja, en de producten die worden bijna als een museumstuk tentoongesteld door die vloeien. Echt heel mooi gedaan. Waarom heeft deze opdrachtgever nou ook voor jouw gietvloer gekozen? Ik zou zeggen, vraag het zelf aan Remco. Ik heb gekozen voor deze vloer omdat wij een vloer zochten die krasbestendig moet zijn vanwege het op- en afbouwen van de toonzaal, wat regelmatig verandert. Ik wil een klein vlammetje in verband met eventueel wat vlekjes wat je kunt zien van bezoekers die binnenkomen. Ja, dat was voor mij de keuze snel gemaakt. Ik ken Frank al heel wat jaren en wij maken heel veel badkamers samen met Easy Drain, waar ik zeer tevreden over ben. En de kwaliteit van de vloer vind ik al jaren heel erg goed. Dus de keuze was voor mij snel gemaakt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Modular, Lux, Easy Drain en Staal Style. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zonnelux, Dacia, Designia Architectuur en Interieur. Hey Remco, ontzettend gaaf dat je me hebt uitgenodigd in jullie nieuwe Experience Center. Maar wat kan de consument hier nou echt beleven? Nou ja, onze doelstelling is geweest om een Experience Center te bouwen waar die consument, de binnenhuisarchitect, retail in het Nederland, die moeten hier kunnen komen en die moeten hier met een gedachte en een gevoel weggaan van ik wil dit gewoon hebben. Ze kunnen hier onze Lux TaylorMade producten zien. Ze kunnen onze basisproducten zien. De inbouwnissen, de boksen, de spiegels, verlichting. De mogelijkheden qua maatwerk voor meubels kunnen ze hier allemaal zien. Kortom, je kunt hier alles vinden wat wij binnen Lux ook daadwerkelijk maken. Zo maken we tegenwoordig trouwens ook steeds meer loftdeuren. Tafels, vlonders voor onder baden. Het zijn allemaal producten die zijn vanuit de hout er steeds meer bijgekomen. De vraag is er, dus wij denken van ja, waarom ook niet? Ja, en dat is hier allemaal te zien. Kun je me even een rondleiding geven? Want ik ben natuurlijk wel benieuwd. Nou, ik zal je een paar dingen laten zien. Kijk, dit is een voorbeeld van een groot maatwerkmeubel. Een Lux TaylorMade maatwerkmeubel met twee natuurstenen wastafels erop. Je ziet ook die structuur hier weer doorlopen. Met een maatwerkspiegel erboven waarbij we gekozen hebben in dit geval voor drie laden. Ja. Een ladenindeling erbij. Maar het leuke is, deze heeft een kader rondom. Maar ik kan hem je ook laten zien met een kader die alleen aan de zijkant doorloopt. Dit meubel hebben we ook wat hoger hangen, waardoor de kommen weer wat lager kunnen. Ja. En we hebben dit meubel dan weer aangekleed. Eigenlijk een beetje dezelfde afmeting als die andere, alleen met wat meer accessoires erbij. We zijn bijna 3 jaar verder. Ja, en hier stond natuurlijk dat hele aftansen achterhuisje wat we hebben afgebroken. Maar de buitenkant en de binnenkant zijn zo goed als af. En dat wil ik graag laten zien. Dan
stap ik zo vanaf de nieuw gebouwde veranda zo de oude tuinkamer in, waar we dus de woon-eetkeuken hebben gemaakt. En kijk eens even hoe riant die is geworden. En hoe mooi dat verhoogde plafond met die speelse balken erin. Ja, en hier was dus de hal en het keukentje gesitueerd. Waar we hier naartoe kijken, dat is gewoon door openslaande deuren naar buiten. Want hier stond die lelijke achterbouw. Dit was allemaal donker. Kruip door, sluip door. En dat is gewoon een hele mooie ruimte geworden. Ja, en hier hadden we dus een heel moeilijk toegankelijke trap naar boven. Er is een hele nieuwe trap ingelegd met een mooie draai. Hier zat dus die voordeur, die is dus weggewerkt. Ja, en wat ook heel bijzonder is, is dat van het keukenblad zijn ook de vensterbanken gemaakt. Dus er is wel één geheel van gemaakt. Zoals altijd brengt Paulina ook met geur sfeer in de woning. Deze keer met de geurstokjes van Maison Berger. Als je natuurlijk van robuuste materialen houdt, vind ik altijd dat je wel moet opletten dat het niet te kil wordt. Want als je kijkt aan mooi hout en stoer hout en bijvoorbeeld leergebruik en metaalgebruik, ja, dan vind ik het wat kouder ogen. Nou, in mijn optiek is dat heel makkelijk op te lossen door gebruik van verschillende stoffen die je bijvoorbeeld in kussens kan toepassen. Denk aan verschillende structuren en aan een beetje glans. Daardoor voelt het wat warmer en omarmt het je gewoon wat meer. Hey Bert. Hey. Middag. Het werkt goed. Kom even via de achteringang weer naar binnen. Hi, Bert, Bush welkomsysteem. Vertel er eens wat meer van. Ja, het Bush welkom, dat is een intercomsysteem waarbij we een buitenpost hebben gemonteerd hier naast de voordeur en een schermpje aan de binnenzijde. Ja, dat is wel een bijzonder verhaal met die voordeur, want er is voor gekozen om die voordeur hier te blinderen om een grotere hal te maken, omdat je in Brabant altijd achter het huis om naar binnen komt. Alleen nu zien we af en toe iemand met een pakje voor de deur of de postbode voor de deur staan en die weet dat niet, dus die staat daar te bellen. Dus daarom hebben we de situatie hier ook toegepast met een video-uitvoering. We kunnen hem alleen met spraak toepassen, de Bush welkom. Hier hebben we voor de comfortversie gekozen met video erbij. Het is gebruiksvriendelijk, dat heb je gemerkt. Ja. Het is één druk op de knop, de verbinding is er. En het werkt altijd. Ja. Maar eventjes een vraag. Hè? Nou staat dus die postbode of die meneer die het pakketje kon brengen staat voor de deur. Maar ik ben niet thuis. Nou, ook dat is geen probleem in dit systeem. Ik heb een IP Gateway toegepast. Dat is een systeempje waardoor de oproep ook op je smartphone of tablet binnenkomt. Dus dat betekent, ik sta in Amsterdam, ja. De telefoon gaat over. Ja, en dan druk je op het knopje en je maakt verbinding. Je ziet de persoon aan de deur en je kunt communiceren met hem aan de deur. En dan kun je zeggen, vriend, die deur kon ik sowieso al niet voor je openmaken. Maar leg het pakketje maar achter onder mijn veranda, wordt bewaakt door de camera en ik pak het vanmiddag mee. Zeg, nou kom ik, dat heb ik niet gedaan. Dan kom ik s'avonds thuis en ik wil nog kijken wie er voor de deur heeft gestaan. Kan dat ook nog? Ja, dat onthoudt hij ook. Met als ik hier op het schermpje druk en ik pak dit icoontje, dan pakken we de geschiedenis. Kijk, dan kun je zien dat ik hier aan de deur gestaan heb. Ik heb hier aangebeld en dan komen ze allemaal onder elkaar te staan. Dit is alleen maar het Bush welkom systeem dat we echt nu even iemand aan de deur hebben gehad. Maar binnen gebeurt natuurlijk ook heel veel in de automatisering. Ja, we kunnen het systeem verder uitbreiden met bijvoorbeeld Free at Home, waarmee we de verlichting, de gordijnen, zelfs de audio kunnen aansturen in één systeem. Soms lopen dingen toch anders dan dat je ze voor ogen had. En dit is een heel leuk voorbeeld. We zitten hier in een gezellige eethoek en de stof die wij in aanleg hadden voorgesteld op de eetkamerstoelen, dat zijn uiteindelijk de gordijnen geworden. Maar de opdrachtgever vond die zo geweldig, daar was ze meteen verliefd op. En dat moest het gewoon worden. Nou, die vragen zo'n mooie aandacht en die wilden we graag in hun kracht laten staan. Dus hebben we de stoelen gewoon wat rustiger gehouden.
groen in huis is eigenlijk niet meer weg te denken. En het maakt eigenlijk niet uit of je nou groot woont of klein woont. Mijn advies zou zijn, geen kleine potjes overal om gezelligheid te creëren. Maar maak een statement. 2 grote bakken, mooi hoog groen erin. En je hebt gewoon veel meer rust in huis. Hoe heerlijk loop je deze luie trap niet op. En kom je dan boven. En als je dan nog even voorstelde hoe dat eruit zag. Nou, dat is nu super verzorgd. En ik moet wel zeggen dat dit ook wel een van de meest knusse plekjes is. De slaapkamer. Hele mooie warme tonen op de muren en op het plafond. En om die knusheid nog extra te versterken, hebben we tapijt toegepast. Wat heel efficiënt is, dat zijn overal kasten hier getimmerd. Dus er zit heel veel ruimte aan alle kanten. En wat heel leuk is, dat in die balk die over de hele verdieping heen loopt, daar is een ledlijn ingebracht. Dus dat loopt gewoon in 1 keer door. En dat geeft een heel bijzonder effect. Ja, wie wilde nou niet wakker worden door het geluid van fluitende vogeltjes, haantjes die kraaien en zo midden in de natuur. Echt een fantastische plek. Als je over een metamorfose praat, dan is het wel in deze woonkamer. Kijk nou eens eventjes naar het hele stuk wat erbij is gekomen, die openslaande deuren. Ja, het is nu een volwaardige kamer. 'S Avonds natuurlijk ook mooi aangelegd door de gekozen modulaire verlichting. Ja, het is echt een hele lekkere living geworden die om je heen zit. Met een grote zitbank, televisie erin. En wat ook natuurlijk bijzonder is, dat zijn die grote tegels, 70 bij 70, die door het hele huis zijn doorgelegd. En dat geeft ook een enorme rust. Ja, dit zit gewoon als een warme deken om je heen. Dus nog 1 dingetje, de kers op de taart in de toekomst. En die zal zeker komen hier in dat hoekje, een doorkijkopen haard. Dit was weer een aflevering van Woonvilla naar Droomvilla. Tot volgende week!